Ik had u beloofd aan het begin van deze avond, we gaan stilstaan bij de hoogtepunten van het afgelopen tv-jaar. Maar daar horen natuurlijk ook wel dieptepunten bij. We staan even stil bij wat er het afgelopen tv-jaar allemaal is gebeurd. En het leek ons meer dan gepast om even stil te staan bij het overlijden van een van Nederlands grootste acteurs, Piet Reumer. In zijn lange tv-carrière werd hij door u onderscheiden met maar liefst 3 gouden televisieringen. En daarom kijken we samen met zijn geliefde televisiecollega's even terug op een uniek acteur. En dat kon eigenlijk maar op 1 plek. De stamkroeg van Baantje, Café Louietje, niet ver hier vandaan. Piet Reumer is nu meer dan Baantje. Piet Reumer is zowel zwart-wit televisie als kleurtelevisie. Ik bedoel, het begon in, eind jaren 50. Dus Piet is, het is bijna 6 decennia televisie. De bomen, de wolken, zo ver als je ziet, ze horen van ons. Koning der worstelaars, keizer aan de rekstok, mijn naam is een blind. Ik vond het een lolbroek. Ja, sorry hoor. Ik vond het een gezellige lolbroek. Hij had plezier in alles. Zo, flikvlooien. Ik heb een stek op je als je je toe dicht houdt. Schei uit, Karel. Ik heb het zo graag. Toen naar mijn vader te stijgen. Heb ik toch lakken? Maar ik niet. Je merkte aan Piet dat hij je ook hielp. En dan voelde je ook meteen je prettig. Je voelde je senang gewoon. Ik denk van oké, met hem is het oké. Kan ik mezelf zijn. Ik had Willemijn 2 weken geleden nog aan de lijn. Ze zei dat het juist beter ging. Ja, dat noemen ze nou beroepsdeformatie. Ze was 83. Het was ontzettend prettig om met hem te werken, omdat hij nooit zo overserieus was en nooit helemaal erin opging, maar altijd, ja, als mens erbij bleef, ernaast stond, er naartoe naar keek en plezier wilde hebben. Want dat was denk ik bij Piet. Hij wilde gewoon ook, als hij werkte, wilde hij plezier hebben. Daarom heeft hij het misschien wel zo lang volgehouden. Zo, dat is dan dat. Hé? Ik zeg, dat is dan dat. En wat is dan dat? Nou, dat. Ik ben klaar voor vandaag. Oh. Heb je het paard gevoerd? Ja, wat dacht je dan? Anders zei je toch niet, dat is dan dat? Het verbaast mij niet dat hij als enige acteur in Nederland voor 3 verschillende programma's 3 televisieringen heeft gewonnen, omdat hij steeds iets nieuws begon. We zijn de wereld om elkaar, we helpen niet waar. Ja! Oh. Dat altijd maar weer doorgaan, ja, dat is zijn karakter. En kan je zeggen, tot het laatste toe. Niet een paar weken voor zijn dood zat hij op de rand van zijn bed en zei, ik moet weer aan het werk. Ja, toen schoot hij in de lach. Dat was echt, maar dat meende hij serieus. Dit was niks voor hem, op zo'n bed zitten en liggen. En vond hij niks, ik moet aan het werk. 83, begrijp je, en doodziek. Dat tekent mijn vader. Altijd door. Waar ik me altijd over verbaasd heb, is dat Piet de Kok heel erg speelde. Zoals ik Piet ken, die was veel emotioneler en veel gepassioneerder. En de Kok is natuurlijk een hele beheerste man. De Kok, alsjeblieft. Ik heb nooit veel van Piet zelf in de Kok kunnen ontdekken. Ik zag het wel in hele kleine dingen, maar dan waren het altijd ondeugende momenten. Wees nou eens niet zo eigenwijs en stop hiermee. Heel vaak waren dat de scènes aan tafel. Dan kon hij soms een blik in zijn ogen hebben die het publiek niet herkent, maar waarvan wij wisten van, dat is Piet. Als de pret goed stond, dan had je een goede dag, hoor. De carrière van Piet en de ontwikkeling van de televisie zijn eigenlijk min of meer gelijk opgegaan. Vanaf het allereerste begin speelde Piet indrukwekkende en vooral innemende rollen op dit belangrijkste medium. Laten we eerlijk zijn, wie hield er nou niet
van Dirk Stiefbeen en Stiefbeen en zo. Of van Kootje. Ja, het schaap met de vijf poten. En uiteindelijk natuurlijk van Juriaan de Kok in Baantje. Alle milieus, alle leeftijden. Piet raakte de kijker in het hart. Het is dan ook niet voor niks dat Piet 3 keer de Gouden Televisiering heeft gewonnen. Nou, en ik de mazzelpik die 1 keer naast hem mocht staan toen hij die gouden ring om die gigantische vinger mocht proberen te schuiven. Nou, iedereen die kolossale handen van Piet ooit heeft gezien, weet dat dat een onmogelijkheidje was. Maar dat mocht de pret van het winnen niet drukken. Piet hield van die ring. Die enorme handen hebben niet alleen de miljoenen kijkers omarmd, maar ook mij. Piet was mijn collega, Piet was de motor op de set. Piet was het centrum van plezier op onze feestjes en in de kroeg. Maar bovenal was Piet mijn vriend. En die vriend, die mis ik. Elke dag. Dames en heren, mag ik u uitnodigen om te gaan staan. Om nog 1 keer een staande ovatie te geven voor de acteur, het fenomeen, mijn vriend Piet Reumer. Dankjewel, Victor, met deze prachtige monoloog. Gaat u rustig zitten.